Zo, welkom allemaal weer bij een nieuwe AB Kussen video, een nieuwe weekvideo. Nou, ik ga gelijk al verklappen, deze weekvideo wordt geen weekvideo. Want ik ga het even het een en ander aan de auto doen en daar gaat gewoon een aantal weken overheen. Dat ga ik je uitleggen waarom. Ik heb hier een bergje materiaal liggen bij Laserdeal vandaan en bij de IJzershop vandaan. Allemaal roest van staal en dit moet het leukst worden. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk die pick-up heb ik een tijdje geleden gekocht. En dat is natuurlijk op zich een oud ding, een oude lekkere diesel met een hele mooie turbo erop. Dus wat wil je met een turbo? Die moet fluiten, jazeker. Nou, dat kan je eigenlijk maar op één manier voor elkaar krijgen en dat is door de open uitlaat te maken. Maar, je kan je natuurlijk voorstellen, met een open uitlaat word je af en toe helemaal gestoord van de herrie. Dus ik heb hier ook nog eens een keer leggen, een klepje, een uitlaatklep. Kijk, wat dit moet worden, ik zet het even overeind neer. Dit zijn twee halve zeskanten. En ik denk dat je nu al een vermoeden hebt. Kijk. Dit wordt zo een hele dikke vette schoorsteen. Daarvoor heb ik een onderplaatje. Een buis om de boel aan te sluiten. Een tweede flexibel stuk. Hè, want je krijgt natuurlijk, laten we zeggen, je motor die moet kunnen bewegen. En normaal kan natuurlijk heel de uitlaat bewegen. En dan zit er tussen de motor en de uitlaat zit er een flexibel stuk. Maar ik ga natuurlijk aan de achterkant nog een vast punt maken. Dus dat betekent dat dat stuk uitlaat ook moet kunnen uitzetten en krimpen en moet kunnen trillen. En dan kan dit weer een vast punt worden. Daar omheen heb ik deze hele mooie plaatjes gesneden. Kijk, en dan kunnen we zo een hitteschild maken. Dat als er rotzooi achter in de auto ligt, dat het niet allemaal tegen die pijp aan ligt. En dat natuurlijk allemaal aan elkaar vastgesmolten zit. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Nou, ik heb deze pijp gewoon even op een meter lengte laten maken. He, en, dus ik ga hem gewoon eens heel even in elkaar wassen. Dan hou ik hem er bij de auto eens heel eventjes bij. Om te kijken van, nou ja, goed, komt die hoogte een beetje uit. En als ik weet van, nou ja, goed, er moet zoveel af. Dan pas zaag ik hem schuin af. He, want natuurlijk dat recht, dat is helemaal niks. Als ze natuurlijk mooi schuin zagen, dan wordt het ineens heel cool. Dus dat is eigenlijk het plan. Dus wat ik ga doen, ik ga deze eerst eens eventjes in elkaar lassen. Moet ik hem natuurlijk pulserend gaan aflassen, want hij moet zo min mogelijk rond trekken. Anders vliegt natuurlijk dat ding alle kanten op. En dat willen we niet. Dan las ik de bodemplaat erin. En dan ga ik gewoon eens in de auto, bij de auto eens even kijken hoe het eruit ziet. En als ik dat weet, dan kan ik hier vast even een stukje van een centimeter of 20 pijp aanlassen. Wat ik dan doe is, dan breng ik heel die uitlaat breng ik bij Polinders om te laten poedercoaten alvast. Want ja, zometeen moet natuurlijk dat ding in het werk in elkaar gaan wassen. En eigenlijk kan die een soort met dan niet meer af. Ik zou natuurlijk die pijp kunnen spuiten, maar ik vind het mooier als die even in structuur zwart is. Nou ja, aangezien ze bij Polinders iedere week wel een keer structuur zwart doen, kan die er mooi even tussendoor. En omdat ik toch niet zoveel haast heb, is het natuurlijk makkelijk dat ik hem even mooi neer kan gooien. En dan over een aantal weken, als Olaf een keer zo ver is geweest, haal ik die pijp op. En dan gaan we dan pas weer een keer verder met de auto. Maar dan hebben we in ieder geval de intro vast opgenomen. En dan hebben we vast in ieder geval de pijp klaarleggen om dan in één keer, in één dag tijd, alles eronder te knallen. En daar heb ik wel heel veel zin in. Zo, ik ben heel even snel naar de auto gelopen om even te kijken hoe hoog dat die pijp nou moet worden. En wat ik al zei, ik had natuurlijk ongeveer gewoon even een meter gedaan. Ik denk, nou ja, hè, een stukje meer of een stukje minder, dat maakt niet uit. Maar ik kwam er toch wel achter dat aflassen duurt best wel lang. Dus ik denk, joh, misschien moet ik toch beter eerst gewoon eventjes
kijken wat ik wel moet aflassen en dan kan ik dat alvast afzagen. En dan scheelt me natuurlijk een aardig stukje laswerk. En zoals je ziet, ik heb hem echt iedere 15 mm zo'n beetje gehecht. Het is natuurlijk RVS 316, dat trekt als een tierenlier. Ja, dus daarom zie je ook dat ik zo pulserend las. Dat tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ja, dus het hoge ampère is geloof ik 65 ampère en het lage is dan 20 ampère. En dan heeft natuurlijk even de tijd om af te koelen. Dus, en dan ga ik zo meteen nog steeds echt overal die warmte weer verdelen. Dus een stukje hier, een stukje daar, een stukje die kant. En zo ga ik het hele stuk aflassen. Zodat ik natuurlijk zo min mogelijk warmte in die pijp krijg. Waardoor die zo recht mogelijk blijft. Want al zou ik één kant helemaal aflassen, krijg je echt een banaan. Hij trekt hem er gewoon helemaal naartoe en hij trekt hem ovaal. Dus dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is eigenlijk de reden. Nou ja, ik ga kijken of ik hem even de lintzaag af kan zagen. Ja, onder 45 graden, dat lijkt me wel mooi. En dan het liefst in een zo raar mogelijk verstek. Dus laten we zeggen dat hij echt op een scherp puntje eindigt. Dus even kijken of dat wil lukken. Zo, we zijn ondertussen 2 weekjes verder. En kijk eens wat ik heb hier, oh. Daar ligt die. Ja, ja, ja. Dus het is vandaag de dag om die pijp eronder te gaan maken. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want dat is top, jongens. Kijk, ik heb hier 2 opritjes. Ik had bij een paar bekenden gevraagd, mag ik jullie even op de brug? Maar ik was schijnbaar niet betrouwbaar genoeg om daar in mijn eentje binnen te mogen zijn. Dus ik denk, joh, krijg lekker de... En dan doe ik het lekker thuis. Dus ik heb hier ook mijn... Een paar opritjes even kunnen lenen. Die ga ik er zo onder zetten. Kan ik de auto een beetje omhoog zetten. En ja, die auto is natuurlijk vrij hoog. Dus op zich komt dat aardig goed. En dan moet ik zo meteen hier... Ah, kut, kniestukken vergeten. Ah. Goh, even poging 2. Ik kan mijn kniestukken niet in mijn broeken zitten. En dan ga je op je knieën zitten. Denkende dat ze er wel in zitten. Oh, en ik heb al van die slechte knieën. Dat doet zeer. We gaan het nog een keer laten zien. Nu met kniestukken. Kijk, die pijp komt straks ergens hier tussendoor, denk ik. En hier zit de uitlaat al. Dus op zich zal het meevallen. En ik moet eigenlijk voor de demper af gaan takken. Maar ik wil eigenlijk ook na de demper de uitlaat inzien te krijgen. Nou, en of dat lukt, dat weet ik nog niet. Dus maar ik ga eerst gewoon even beginnen met om hier eens ruimte te maken om door die bodem van die bak heen te komen. En dan zie ik natuurlijk automatisch wel waar of dat die op dat chassis uit zal gaan komen. Ik denk dat hij er net buiten langs gaat. Maar dat was even de puzzel. En dat is gewoon een kwestie van proberen en dan zien we het wel. Zo ja, nou gaat de echte puzzel natuurlijk beginnen. Hier de pijp. En ja, dat hangt nou natuurlijk ergens hier tussen. Daar. Lampie, kijk daar. Oh, lampie is leeg. En dan moet ik daar naartoe.
En dan ook nog eens een keer zonder onder het chassis uit te komen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje de uitdaging. Heel benieuwd. Zo, ik ben even een tijdje aan het tobben geweest. En je kan het best tobben noemen, want oi oi oi. Dan heb je onder een 4x4 natuurlijk best wel veel ruimte. Maar uiteindelijk valt het nog steeds heel erg tegen. Wat ik heb. Ik weet niet of dat ik het kan laten zien. Maar daar. Daar in het hoekje achterin. Daar. Daar steek mijn pijpje nou uit. En dus ik heb die pijp even afgezaagd. Had ik bewust gedaan. Ik had er gewoon een stuk pijp aangelast. Ja, aan de schoorsteen zeg maar. Die heb ik toch afgezaagd. En dan heb ik even een lasbocht aangelast. Dus hij komt nu door de bodem heen. En gaat gelijk haaks om. Langs de chassisbalk. En dan kan ik straks weer een bocht terug gaan zetten naar beneden. En dan kom ik, laten we zeggen, ergens hier bovenop deze demper uit. Dan zou ik eventueel hier zou ik een aftakking kunnen gaan maken. En dan kan ik daar tussendoor. Maar ja, het is allemaal zo krap. Dat ik er eigenlijk aan zit te denken om gewoon deze pijp eens af te zagen. Ja, dus dan haal ik gewoon heel die demper er even uit. Dan krijg ik natuurlijk hier daarachter heel veel ruimte om te kunnen werken. En aangezien ik hier goed omheen kan lassen. Ja, kan ik hem natuurlijk gerust ook weer terug ertussen lassen. Maar aan de andere kant. Heel veel mensen zeggen natuurlijk dat een diesel toch niet zoveel herrie maakt. Dus ik denk dat ik hem gewoon eerst eens even afzaag. En gewoon eens luisteren hoe het klinkt. Want stel dat dat helemaal niet zoveel herrie maakt. Weet je wat ik dan doe? Dan gaat die demper er gewoon tussenuit. Dan heb ik ook helemaal geen klep nodig. En dan monteer ik hem gewoon zo. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, de status waar ik nu in ben. Dus ja, laat ik dat maar eens even gaan proberen dan. En dan gaan we nou gewoon eens starten en gewoon eens even luisteren hoe dat klinkt. Voor hetzelfde geld valt het wel mee. Nou, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Die demper die gaat er tussenuit, want het heeft toch geen zin in dat ding. Stuk makkelijker. Ja, ik vraag me eigenlijk oprecht af waarom dat er dan nog zo'n hele grote demper onder zo'n auto zit. Want je hoort helemaal niks. Eigenlijk vind ik het nou al heel veel werk voor niks. Tjonge, jonge. Huppatee. Zo. Scheelt dat even een berg. Daar omhoog, daar de bocht op, klaar. Dat zo. Zo, ik heb even al mijn spulletje erbij gepakt. Lasapparaatje staat klaar. Daar heb ik even een rolletje 0,8 mm roestvrij staal in gedaan. En dan kunnen we natuurlijk gewoon lekker mig-mag lassen onder de auto. Dat is wel een stuk makkelijker als dat je moet gaan tiggen. Eens even kijken. Ik ga er even overheen zitten. Appatee. Kijk, wat ik zei. Die buis die komt daaruit. En dan moeten we hier tussendoor daar naartoe. En dat is eigenlijk wel makkelijk. Nou, het enige is dat we natuurlijk nou hier op het chassis vastzitten. Of eigenlijk op de laadbak. En die laadbak staat op rubbers. Maar je wil natuurlijk niet dat het te veel gaat trillen. Dus ik heb hier ook nog eens een keer een extra flexibel stuk wat straks hier nog tussen komt te staan. Want deze buis, kijk, die kan natuurlijk bewegen. En dat punt is straks vast. Dus die ruimte moet ergens heen kunnen. Nou, ik had hier even een klein stukje buis gezaagd. Dan ga ik hier even tussen hechten. Dan kan ik die ene bocht gaan positioneren. En dan moet ik eigenlijk alleen natuurlijk dit stukje nog even gaan aansluiten.
Maar dan prepareer ik natuurlijk eerst om dit hele stuk, zo, probeer ik dit hele stuk er nog even uit te trekken, als dat gaat, om dat vast eventjes gewoon af te kunnen lassen. Dus ik hoop dat ik die buis er straks nog uit kan krijgen, want dan kan ik dit hele stuk zo al aflassen en die haakse bocht die kant op. En dan zit ik straks, laten we zeggen, hier, en hier kan ik straks weer goed bij om te lassen. Dus daar moet ik altijd even goed rekening mee houden. Ja, en precies dit maakt natuurlijk zo'n pokkenwerk, hè. Dat er onder klimmen en er onderuit klimmen. Jongen, jongen. Oh, oh. Nou hebben we wat. Zo ja, ik heb even een mooi plekje opgezocht. En dat is die dan geworden, hè, de uitlaat. Ik moet zeggen dat het er wel heel dik uitziet. Alleen het geluid valt nog steeds wel een beetje tegen. Ik zal zo meteen nog even wat shots maken dat ik dus aan het rijden ben. En je hoort niet zo heel veel geluid. Dat is eigenlijk wel jammer, maar ja goed. Het is wat het is. Er zit hier nog een soort katalysator. Ja, eigenlijk net na de turbo. Dus... ja, dat maakt het eigenlijk even wat lastiger om ja, dat echte goede turbogeluid te krijgen. Dus, maar goed, over lastig gesproken. Oh, nou komt het verhaal hoor. Ik ben zo slim geweest om net voor de APK die pijp af te zagen. En als je natuurlijk één ding niet moet doen, is het dat wel. Dus ik heb nou een hoop gezeik met de APK. En het is vandaag zaterdag. En ik heb geloof ik na vandaag nog 3 dagen voor de APK. Natuurlijk veel te laat aan begonnen. Ik denk, joh, ik trap ik er wel even door. Maar dat valt dus tegen. Dus, ja goed. Wat ik nu toch maar in moet gaan doen, is die uitlaat weer af gaan zagen. En gewoon de originele pijpen teruggezetten. Want het is schijnbaar zo'n gezeik. Dus ja, ik ga dat allemaal even niet filmen. Daar heb ik geen zin in. Maar ja, ik ga dat toch wel in orde moeten maken. Anders krijg ik hem gewoon niet de APK. En dan kan ik niet meer rijden. En dat is natuurlijk wel een hoop gezeur. Dus nou ja, ik ga de video hier wel afronden, helaas. Zometeen komen nog even de shots van het uitlaatgeluid. En dan ga ik heel snel toch maar weer verder met lassen. Want ja, het is even niet anders, helaas. Dus nou ja, iedereen een heel goed weekend voor wat er nog van over is. Het begint hier lekker te regenen. En dan zeg ik, tot volgende week. Later.